heb ook boodschappen gedaan en ook takken gehaald. Ja, die ga ik zo meteen in een vaasje zetten en dan komt dat in het hoekje waar mijn dierbaren hangen en staan. Nou, we komen erbij. Ja, een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer donderdag 9 april en we leven om 13:50 uur. Ik ga straks met Rijka eventjes wandelen en daarna moet ik ook nog boodschappen doen. Dus het wordt weer een klein beetje een drukke dag. Ik wil dat opruimen en allemaal. Het is één dikke bende. Dus ja, een dag om toch met dit mooie weer wel thuis te blijven verder. Want er moet ook iets wat gedaan worden, nee. Ja. En ze zijn momenteel allemaal binnen. Nou, daar ben ik ook weer even gelukkig mee. Ja. Ook Kandalf hier, die zit weer water te scheppen. Maar ik wens jullie wel natuurlijk weer welkom bij een nieuwe vlog. En ik probeer ook nog wat te knutselen als me dat al lukt qua tijd. Want ja, boodschappen zitten natuurlijk ook veel tijd in. En ja, we zien wel hoe het allemaal reilt en zeilt. Maar ik ga eerst nou eventjes Rijka uitlaten. En daarna komen we gezellig weer terug. Ik zou zeggen, tot dan, doei! Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Wat ik gedaan zou hebben, dat heb ik gedaan. De vaatwasser heeft gedraaid, die draait nog, geloof ik. Ik heb de boel hier schoongemaakt, glimmend en ontsmet en gedaan. Dan moet ik eens even kijken, hier, je ziet zo helemaal niks tot de ver die is. En daar staat onze Rijka. Hé, meisje. Maar ik heb ook boodschappen gedaan en ook takken gehaald. Ja, die ga ik zo meteen in een vaasje zetten en dan komt dat in het hoekje waar mijn dierbaren hangen en staan. Dus daar ook. Ja. Dus ja, ik heb mijn best weer gedaan. Ik heb enkel vreselijk veel pijn in mijn rug. En ik haal vingers iedere keer open en het zijn maar heel kleine plekjes. Maar het doet wel pijn. Ja, gewoon ontvel. En dan moet je je handen weer wassen met die troep. En dat bijt als beneden. Nou ja, wat doe je eraan? En dan kun je wel weer een pleister erom gaan doen. Maar ja, als je weer je handen moet wassen, dat helpt nogal, hè? Ja. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, ik ga dat boel opruimen. Ik ga die takken in de vaas doen en versieren. En daarna pak ik jullie weer even bij om het resultaat te laten zien. Ja. Dus ik zou zeggen, tot straks maar weer, hè. Ja, tot dan. Ja, lieve vrienden, ik heb de paastakken in een vaas gezet en niet in een dierbaar hoekje, maar voor de vitrinekast neergezet. En Rijka heeft er gewoon vanaf te blijven, simpel. Ik heb er niet veel in, omdat er ook een paar dunne sprietjes bij hangen, maar het staat wel leuk. Ik hoop dat jullie er wat van zien kunnen. Ik vind het leuk staan. Ja, wat heb jij te zeuren? Ja. Oh, is het zo? Oh ja. Oh. Nou, die ligt daar lekker te slapen. En ik heb een lijmpistool in de stopcontact, maar ik denk in de verkeerde. Want een van de twee die doen er dan niet. Al jaren niet, zolang ik hier woon al. Ik weet het, ja, doet het wel. Mooi. Nou, dan ga ik dus proberen weer wat leuks zien te creëren. En dat is van dat stukje schors, dat had ik al ingespoten met haarlak. Van de week, eerder al. Ja, je moet niet zo zeuren, dan moet ik jullie zien te... fatsoen kunnen te krijgen. Zo. Kan jullie dat zien, hè? Ja. Ja, wat is het te zeuren? Moet jij eten? Nou, dan moet ik hier wezen. Je hebt nog eten staan. Ja, je hebt nog eten staan. Hé, kom maar. Even daar. Ja, nou, ik weet nog niet wat ik eigenlijk wou doen. Oh ja, ik was met een kuikentje bezig. 2 stuks, die heb ik hier. En 2 vlindertjes. Hoe moet je dat zo zien? Oh, dat jullie het goed kunnen zien. Want ik zit ook met licht, hè. Ik weet niet waar ik jullie neer moet zetten. Misschien dat dit beter is. Is dit beter? Nee, dat is... Even koekeloeren. Oh. Zo, dan kunnen jullie denk ik beter zien, hè? Stukjes schors. Kuikentjes. Bloemetjes. Nog meer bloemetjes. Hier zit paaskulletjes in. Maar ik wil die lintjes van dat kuikentjes af hebben. Dus dat knippen we er even. Oh, nou, hoeft al niet geknipt te worden. Die gaat zelf al los. Mag ook. Kan die ook? Gaat ook al. Kijk eens aan. Nou, leggen we die schuif weg. En we maken even een puinhoop. En, oh ja, ik had nog meer van die lijnstaafjes. Die heb ik ook gekocht. Ik heb verhalen. Even halen. Zo, hier. Afgelaat. En zo. Dat even daar neer. Ik had er hier nog eentje. Hup. Nou, gaan we eventjes. Kijk, hij doet het. Ja. Hup. Ja, en kijk, hij knipt daar ook wat over. En daar heb ik een hekel aan. Ik vind het geen lekkere pistool, want hier ook komt er een druppel te hangen. En daar hou ik niet van. Nou, nu we erin. Nou, we komen erbij. Zo. Nog een kleurtje erbij. Nou, dan pakken we een kuikentje en drukken we lekker aan. En Ewen die zit lekker te smullen en te smikkelen. En zo, nog een beetje lijm er extra eronder. Zo. Het draaien, je krijgt er steeds draden van, hè? Dan krijg ik ook een hekel aan, maar ja. Het is nou helemaal niet anders. Blijf. Blijf, blijf, blijf zitten. Zo. Jeuk ook. Ik had nog wat. Ik ga toch kijken of dat wil wat ik wil. Ja. Oh, la 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 la. Zit het daar zijn neusje? Dat nog? Nou ja, ik krijg het wel weg hoor. Ik heb geen geduld, hè. Dat is ook het probleem. Totaal geen geduld. Zeg ik zo. Hoopje doodje. Staan blijven, staan blijven. Zo. Oh, die raadjes, bomba. Maar hoe zit het daar nou weer aan? Hè? Nou, bank weer schoon. Er zit ook wat troep op. Zo, dat daar gewoon in. Nou, gaan we een roze roosje doen. Ja, la 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 la. Even kijken. Ombuigen. Zo. Hierop. Vindertje. Ik krijg gewoon met knijpertje. Ook leuk. Ja, la 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 la. Ja, ja, ja. Hier zo'n draad. Goed. Kom maar nog een toe. Nou, ik had... Ik moet die doos even hebben. Oh, badam. Ja. Die is ook leuk. Ze wachten maar, ik ben bezig. Toch? Ja. Ik ben bezig. Maar die kan ik allemaal niet gebruiken. IJzerdraad. Hier komt. is wat, hè. Als je zoekende bent in een doosje. Dat is een blauwe. En nog een roze. Zo, nou, ik zet die even hier neer. Zo. Ik vind het toch wel leuk worden, al zeg ik het eerlijk zelf. Ja. Hup. Hup. Los laten. Zo. Het is wat. Ja, dan hak ik dat ene staafje niet meer, die hak al op. Zo. Die erin. Nou. Zo. Weer een... Ja, ze wachten maar. Ik ben lekker bezig. Of niet dan? Ja. Ze wachten maar. Simpel zat. Hoop. Zo. Schaar. Touwtje eraf. Zo. Aanduwen. Zo, nog een touwtje eraf. Wil niet zo. En de touwtjes er even af. Blijf leggen waar je ligt. Zo. Ze hebben me nodig, maar ze bekijken het maar. Simpel. Zo simpel als wat. Nou. Tia la 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 la. Nou, ik vind hem leuk. Hoe je in zo'n korte tijd zoveel kan doen. Ja, toch? Ik vind hem leuk. Echt geweldig. Maar wie ben ik? Ja, toch? Nou. De draadjes allemaal weghalen. Zo. Toch leuk? Nou, dan weet je gelijk, je haalt schors uit de natuur. Dat veeg je goed schoon, laat je eerst gewoon leggen van mijn part. In je schuur, als je daar de ruimte voor hebt. En dan veeg je het goed schoon met een harde borstel of van stofferen blik, maar dan een harde neem. Wat eraf valt, valt eraf. Daarna spuit je hem in met haarlak, laat je er weer een weekje leggen en daarna knutsel je er zoiets van. Ja, ik vind het geweldig. Kom het op, ik ben er blij mee. Ja, ik wel. Nou, dit gaat op de salontafel. Ja, ik vind hem leuk, echt geweldig. Ik heb hem nou even hier op tafel neer. Zo. Ja, ik ben er super blij mee. Ja, dat nog ga ik deze troep weer opruimen, want het is ook nou hoog, hard lopende tijd. Ja, het loopt tegen 60, dus moeten de diertjes verzorgen en mezelf. En ik heb nog wat eens app binnen, dus moet ik ook kijken wat. Maar dat komt allemaal goed, ik zou zeggen. Tot straks. Doei!